Oké, ik ben benieuwd wat Golissapot gaat doen. Gaat hij weer voor first impression? Ja, hij gaat inderdaad voor first impression. Die is... ik schrok me kapot. Yo, Nintendo fans. Vandaag gaan we Zacian vangen. Dus sowieso even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Want ze zijn keihard aan het pompen in die Nuzlocke Challenge. Het gaat lekker. Het gaat supergoed. We zijn al Pokémon kampioen. Maar we moeten die hele game, inclusief DLC, natuurlijk uit gaan spelen. En Zacian is lijp. Zacian is sick. En gestoord. En boos. Slowbro! Waarom Slowbro? Omdat Slowbro Psychic kent. En omdat hij Quick Draw Ability heeft. Dus hopelijk gaan we gewoon elke keer sneller zijn. Ah! Ik hoef hem maar twee keer te raken. Hij doet Iron Head. Ja, prima. En de Rocky Helmet damaged hem. Weet je wat? Ik ga gewoon geen risico nemen. Laat me geen risico nemen. Ik ga gewoon voor die Super Potion stijl. Hij mag zichzelf gewoon weer kapot gaan maken. Ik weet niet zo goed welke aanval hij kent. Hij kent ook Play Rough. Oké, top. Prima. Helemaal goed. Ik blijf gewoon die Super Potions pompen. Hij gaat me toch wel aanvallen. Hij gaat me toch wel aanvallen. Oké. Oh, hij mist mij. Oké. Nou, weet je wat? Dan ga ik weer een keer aanvallen. Ga je nu voor Iron Defense? Oké. Is dit zo'n makkelijke battle? Dit zou toch niet zo'n makkelijke battle moeten zijn? Ik heb trouwens helemaal niet gekeken wie er als eerste in mijn team zat. Want ik dacht dat ik gewoon gelijk die masterball kon gooien. En dat ik hem dan gewoon kon vangen. Dus ik heb hier wel een beetje geluk. Nou had ik sowieso over Slowbro gekozen. Want Slowbro heeft die enige super effective move. Psychic. Voor de rest heb ik geen super effective moves. Terwijl Galeli en Gastrodon beide weer een leveltje omhoog gaan. Zit ik nou altijd te zeggen dat ik tegen Zacian aan het battelen ben? Het is natuurlijk Zabazenta. En daar is hij dan. Nu gaan we hem wel vangen. Zacian. Epische Pokémon incoming. What up, Slowbro? En ik ga geen moeite doen. Ik ga gewoon een masterball gooien. Let's go, let's do this. Gewoon een masterball. Hoppakee, er bovenop. 1 en 2 en 3. Ik weet niet wat hij kan, hè. Straks maakt hij in één keer mijn Slowbro kapot. Dat moeten we niet hebben. Mijn Slowbro is een baas. Die is nu level 70. De eerste level 70 Pokémon die ik heb. Ik wil geen afscheid nemen van mijn Slowbro. Dus we vangen Zacian. Maar voor de duidelijkheid, ik mag Zacian niet gebruiken in mijn team. Want ik mag geen legendary Pokémon gebruiken. Dus nee. We hebben hem gevangen, dan kan ik hem een keer ruilen naar een ander account. Want het is altijd beter om nog extra legendary Pokémon te hebben. Maar in deze playthrough gaan we hem niet gebruiken. En Shirobit die zegt, wij gaan nu boeten voor onze fouten. Neem hem mee naar de plek waar dat kan. Bla 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 bla. En we nemen ook gelijk afscheid van onze grootvriend Piers. En deze vraagt ook om vergevingsgezindheid. Gaan we niet doen. Nou ja, dat gaan zij wel doen, ja. We worden gebeld door Hoppy. En die is bij Zamazenta. En die, ja, die gaat nu Zamazenta vangen. Ah! En dan moeten we nu nog één keer door de Slumbering Veld. We moeten nog één keer terug naar de plek waar we Zacian en Zamazenta hebben gevonden. Kijk hem staan dan daar met ze. Zamazenta. Dit blijft altijd episch, jongens. Dit blijft vet. Zamazenta wil graag de Pokémon van Hop worden. Ja, ik heb dit minder graag. En kijk hoe hard hij die Pokémon op zijn hoofd gooit. Dat is toch ook niet nodig? Je kan toch gewoon zo, woep, eventjes doen. Waarom moet je hem zo hard op zijn bakkers gooien als hij al zegt tegen jou dat hij jouw Pokémon wil worden? Hij begint nu al met mishandeling. Hop doet aan Zamazenta mishandeling. Niet oké. Daar gaan we, jongens. De laatste battle in de normale content van Sword and Shield in deze Nuzlocke Challenge. En ik ben wel zenuwachtig voor die Zamazenta, jongens. Want nu heeft hij wel Pokémon die aardig goed op level zijn. Hij begint natuurlijk zoals altijd met een dubwoe. Ik begin met de Rillaboompie. Mijn Rillaboompie is level 73 nu. En dan gaan we natuurlijk Brick Break doen en hopen dat we hem in één keer nakken. Let's go, Brick Break erbovenop. En dubwoe overleeft het. Dan gaat hij voor Double Ash. Dan gaat hij even keihard mee klappen. Dan maakt hij zichzelf gewoon kapot mee, maar dat boeit hem niet. Dan nu Inteleon. Waarom doe je nu al Inteleon? Waarom zet jij je Inteleon in tegen mijn Rillaboom? Daar zit iets achter, hè? Dat doe jij niet zomaar. Jij denkt dat jij mijn Rillaboom gaat slopen. Ik ga switchen. Ik vertrouw jou niet. Ik ga switchen naar Heliolisk. Let's go, Heliolisk. Ik heb wel zo'n voorgevoel dat Inteleon sneller is dan mijn Heliolisk nu, dus ik ga sowieso toch voor Parabolic Charge. Hij gaat voor Snipeshot. Hij doet een wateraanval op mij. Snipeshot is wel sterk, jongens. Dat sowieso. Oké, niet super effective natuurlijk. En... ah, waarom overleef je dit nou net? Ah, dat vind ik echt heel jammer. Ik had zo graag jou in één keer kapot gemaakt. Hij gaat nu voor de full restore. Dat betekent dat ik ook weer straks vol ben. En hopen dat dit een critical is. Want dan maken we hem wel in één keer kapot. Let's go. De battle der amfibieën. Nee. Oké. Ik ben nu wel weer full HP. Het is jammer dat ik geen move ken die altijd als eerst gaat. Oké, hij doet nog een keer hetzelfde. Hij doet nog een keer snipeshot.
Oké, dan. Die doet nu in één keer meer pijn dan net. Ik weet niet waarom, maar dat is zo. En ik heb hier weinig HP bijgekregen nu. Dit is niet zo heel veel. Intellion is kapot. Wie ga je nu gebruiken? Terwijl Gastrodon naar level 52 gaat. Snorlax. Dit gaat goed tot nu toe. We zijn nog steeds geen Pokémon kwijt in deze battle tegen Hop. De ultieme battle tegen Hop. Ja, ik vraag me toch af, hè. Als ik nou mijn Rillaboompie net had laten staan, hè. Tegen die Intellion. Ik heb zomaar het gevoel dat we dan onze Rillaboom kwijt hadden geweest. Volgens mij had hij een trucje. Let's go Brick Break op Snorlax. Oké, nice. Snorlax doet Heavy Slam. Die mij sowieso niet kapot gaat maken. Dat hebben we al eerder gezien dat hij dat probeert. En dan is Snorlax die ook weg. Nice. Oké. Glalie gaat nu naar 67. En dan komt hij nu met een Pinchurchin. Dan switch ik hem even naar Diggersby. Dat is volgens mij mijn enige goede counter tegen Electric-type Pokémon. Let's go. Met zijn blote billen gezicht. We zijn in ieder geval sneller. Dat is nice. Slopen we hem dan ook in één keer. Oké. Lekker. Pinchurchin is ook in één keer weg. Wat een critical hit trouwens. Nice. Oké. Hoppie. Dan nu. De Pokémon der Pokémon, Zamazenta. En wij hebben natuurlijk Zacian niet in het team. Omdat dat niet mag in een Nuzlocke Challenge. Oh, hij heeft nog een Corviknight. Ha! Ja, normaal zou ik switchen naar Helioptaal. Nou, misschien dan maar even switchen naar Slowbro. Want Heliolis die is bijna kapot. Ja, normaal gesproken zou ik nu switchen naar Helioptaal. Maar die heeft nog maar heel weinig HP over. Dus ik ga denk ik maar eventjes met Slowbro doen. Daar is die Corviknight. En dan moeten we maar voor Ice Beam gaan, denk ik. Hij doet Drill Pack. Dat doet niet zo heel veel damage op mij, gelukkig. De Rocky Helmet gaat hem half kapot maken. Wat ik natuurlijk wel kan doen, is hem even laten slapen. Dan kan ik Slowbro straks even healen. Misschien is dat een goede strategie, jongens. Oh, nee, hij doet Swagger. Oh, dat is heel naar. Nu ben ik confused. Ja, dit is wel vervelend. Ik laat hem straks in ieder geval wel slapen. En dan ga ik maar gewoon een super potion eventjes gebruiken. Ik heb geen zin om een Slowbro kapot te maken. Ah, maar die kunnen we nu niet meer echt gebruiken in deze battle. Dat is wel echt heel jammer. Oké, hij maakt zichzelf ondertussen een klein beetje kapot. Ik kan nu ook aanvallen om te proberen om uit die confusion te komen. Ja, ik raak nu wel mezelf. Dit is wel balen. Ik ben niet blij met die Swagger, jongens. Nou, hij blijft in ieder geval lekker slapen. Hopelijk komen we er nu uit. Ja, ik ben nu niet meer confused. Dit is nice. Dan Ice Beam erbovenop. En dan denk ik dat Corviknight wel down is. En dan in ieder geval een full HP Slowbro eventueel als backup straks. Want de Zamazenta die er nu uit gaat gooien is Fighting en Steel. Dus mijn Psychic is niet meer super effectief dan. Heliolis gaat naar 69. En dan nu inderdaad Zamazenta. Wij gaan switchen. En wij gaan switchen naar Diggersby. En we hopen op Earthquake. Let's go, Diggersby. Je bent level 71, vriend. Kom op. Je kan dit. Ik ben wel bang. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ben bang. Het is niet leuk om tegen zo'n volledig uitgeruste Zamazenta te gaan vechten. Kijk dan. Dauntless Shield. Dat boost zijn defense. Ook dat nog. Ik denk dat we gewoon voor Earthquake moeten gaan. Ah, hij begint met zijn ultieme move. Behemoth Bash. Ik ben bang voor deze move. Ik wil dit niet. Dit doet pijn. Dit doet heel veel pijn. Let's go, Earthquake. Let's go. Dit doet zo weinig damage. Hij kan die move in totaal 5 keer doen. Dus hopelijk... hopelijk kunnen we dit met potions een beetje oplossen. Ja, kijk, hij gaat helemaal los. Hij doet hem gelijk nog een keer. Oké, dit is nummer 2, jongens. Dit hadden we toch misschien met Slowbro moeten doen, man. Dan had hij zichzelf ook gedamaged. Ik weet niet of Diggersby dit allemaal kan overleven, jongens. Kijk hem losgaan! Dit is nummer 3. Ik kan niet meer aanvallen. Ik kan alleen maar verdedigen. Oké, nummer 4. Hou op! Stop! En de laatste. Dit is nummer 5. Dit is de laatste keer dat hij deze move kan gebruiken. Dus hierna moet hij andere moves gaan gebruiken. Dan ben ik benieuwd wat hij nog meer bij zich heeft. Maar ja, deze move is zo sterk. Het is heel vervelend. Oké, kom maar. Laat maar zien wat je hebt. Je hebt Play Rough. Daar ga je nu mee aan de slag. Dit nerft ook nog mijn attack. Oké, ik denk dat het nu slim is om Super Fang te gebruiken. Hij gaat nu voor Crunch. Hopelijk nakt hij mij daar niet mee. Nee, kijk, dit overleef ik. Nice. Ik ga nu Super Fang gebruiken. Dat pakt sowieso de helft van zijn HP wat hij nog over heeft. En nu gaan we weer voor de potions, jongens. En die... we moeten dit op deze manier doen. Dit duurt zo lang. Maar er is geen andere manier. Anders had heel mijn team kapot geweest. Ja, ik denk niet dat ik het ga redden met deze Earthquake. Ik denk dat ik hierna nog een Earthquake nodig heb. Hij gaat weer voor Crunchy. Ik doe nog een keer Earthquake. Ik denk dat hij net niet down is. Nou, hij is behoorlijk nog niet down trouwens. Hey Diggersby, ik heb onwijs veel geld in jou geïnvesteerd nu. Hè? Weet je hoeveel Max en Hyper Potions ik op je heb gegooid? Wat is dit? Hij heeft Psychic Fangs? Oké. Gelukkig pakt hij daar ook niet de helft van mijn HP mee. En met Crunch doet hij dat ook niet.
Nee, dit gaat goed komen. Dit gaat goed komen. We hebben een partij moeite om deze te verslaan, deze Zamazenta. Man, man, man. Maar ja, dat mag ook wel, want het is een legendary Pokémon, hè. Het is eigenlijk ook niet eerlijk dat Hop wel die legendary mag gebruiken en ik niet. Maar hij is down. En Gastrodon gaat naar 53. En Diggersby heeft het gedaan. Gastrodon wil nog Memento leren. En daarmee maakt hij zichzelf dood. En hij zorgt er dan voor dat de tegenstanders attack en special attack heel erg naar omlaag zijn. Dus het is gewoon een kamikaze move voor het team. Laten we dat maar niet doen in een Nuzlocke. We hebben Hoppy verslagen. En we hebben geen Pokémon verloren. Al was dit wel... Ja, het was niet de meest spectaculaire battle. En Hop zegt, ja, daar is de kampioen. Je bent echt zo sterk, Nuzzy. Ik heb nu verloren, maar het voelde goed. Hij heeft zijn eigen droom, want hij wil Pokémon helpen die in nood zijn. Helemaal lekker, Hoppy. In de volgende aflevering gaan we naar de Isle of Armor of de Crown Tundra. Dus als je dat wil zien, dus sowieso weer even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Want dan krijg je gewoon iedere dag Nintendo video's op je bakkes. En zelfs Swordward en Shieldred applaudisseren voor deze shit. Ja, als dat zo is, dan moet je sowieso het duimpje omhoog doen. Het kan niet zo zijn dat ik applaus krijg van Swordward en Shieldred en dat jij dat duimpje niet omhoog hebt gedaan. Dat kan gewoon echt niet. Dit is het. The end. Tot bij de DLC. Mazzel!